hele goede middag op deze woensdag. Het is 23 december. Ik ben klaarmaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is Knuffel Mickey dag. Ja, Mickey zit alweer bij me. Ik heb wat nieuwe make-up getest, waaronder een lipgloss waar dus weer menthol in zit. En als je mijn blog volgt, weet je dat ik daar niet echt heel erg fan van ben. Maar ik moet het van mezelf een keer volhouden, omdat ik toch wel eens een keer wil weten of dat het echt mijn lippen groter gaat maken. Maar ik moet zeggen, ik vind het lastig. Ik heb wel heel erg de neiging om het eraf te halen, maar ik ga het niet doen. Ik heb gisteravond naar de finale van het perfecte plaatje gekeken en ik was een beetje teleurgesteld, want Stefano heeft niet gewonnen helaas. Dat vond ik echt heel jammer, maar goed, ik denk dat hij het bij de tweede opdracht een beetje, hij heeft een beetje zijn eigen invulling eraan gegeven en dat heeft hem een beetje genekt qua punten. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Ik heb de vlog afgemaakt en ik heb mijn foto's voor het artikel zo goed als af. Ik heb ook al een klein beginnetje gemaakt. Dus dat is top. En dan moet ik vanavond echt keihard aan het werk. Want de video voor zaterdag moet nog in elkaar. De foto's voor het artikel voor vrijdag moeten nog gemaakt of bewerkt worden. Ik moet mijn eigen artikel schrijven. Ik moet een vlog uploaden. Ik moet nog een thumbnail maken. Dus ik moet echt nog heel veel doen. Dus we gaan er gewoon keihard weer tegenaan vanavond. Dus ik hoop dat dat een beetje gaat lukken. Ik heb weer naar de 12 gekeken en naar Rex. Dus eigenlijk was het gewoon een prima avond. Heel basic, maar ja, wel lekker. Vandaag ga ik sowieso zometeen beginnen met de woonkamer. Want die moet schoongemaakt worden. Daarna ga ik boodschappen doen, de kerstboodschappen. Dus dan is dat allemaal gewoon gebeurd. Ik heb weer verschrikkelijk geslapen, want ik had weer echt onwijze nachtmerries. Ik was alweer een keer heel vroeg wakker. Daarna ben ik weer ingeslapen. Maar weer een nachtmerrie. Ik had ook heel veel pijn weer met liggen in bed. Ik kon mijn draai niet vinden. Ik lag niet lekker. Dus het was niet echt geweldig. Ik werd ook wakker. Nou, het zweet stond echt zo hoog dat ik maar een douche heb genomen. Want ik dacht, dit ga ik gewoon niet met gewoon even bij de kraan wassen kunnen verbloemen. Dus dat heb ik wel eventjes gedaan. Dus het slapen was niet top. Maar goed, ik voel me nu wel redelijk fit. Mijn make-up zit erop. Ik heb een douche genomen. Dus wat dat betreft kunnen we er gewoon weer tegenaan. Ik ga nu ook gewoon gelijk beginnen aan de woonkamer. Want ik heb nog een uurtje en dan kan ik dat mooi afkrijgen. Dus ja, dat ga ik eventjes doen en ik ga jullie erbij zetten. Zo, mijn huisje is klaar. Het is hier echt onwijs donker. Ik ga zo lampjes aan doen. Ik word helemaal gek. Ik moet nog eventjes. Ja, we gaan het gewoon doen. Het is een donker dagje. Deze moet ik even een nieuwe in doen, want die was leeg. En ik moet zeggen dat het tintelen over is. Dat, het is echt heel even dat het tintelt in menthol, maar nu voel ik er eigenlijk niks meer van. Maar ik heb ook niet echt het idee dat ik nou Kim Kardashian lippen heb of zo. Nou hoeft dat ook absoluut niet hoor. Maar ik heb niet het idee dat ze heel erg veel groter zijn. Maar ja,
zich is het niet, mag ik niet heel erg klagen. Ik zal even die nieuwe spray pakken, want die wil ik jullie even laten zien. Want ik denk dat die heel erg lekker gaat zijn. Dit ding was trouwens van de week al leeg, maar toen ben ik vergeten nieuwe te pakken. Maar ik heb dus nu de apple en cinnamon en die leek me wel heel erg lekker. Die leek me wel een beetje winters. Zou 60 dagen sprayen. Deze is gewoon van het huismerk van de Action. Dus ik ben ook benieuwd of dat überhaupt werkt in dat ding. Want volgens mij was de originele. Even kijken, want die heb ik nog staan. Ja, ik had er nu eentje van Airwick. En officieel is het ook van Airwick. Dus ik hoop dat dat werkt. Maar goed, dat is even kijken. Nou, wel lekker dat alles alweer schoon is. Het scheelde nu ook dat ik een boekenplankje had gedaan gisteren. Dus dat was wel heel relaxed. Dan kan ik nu nog even zitten, want het is nog vroeg. Dat heb ik eigenlijk best wel netjes gedaan. Dus wel fijn. Boodschappenlijstje is gemaakt. Heb ik in bed nog gedaan. En Nathalie die zou in eerste instantie, ik heb het eigenlijk nooit verteld, maar Nathalie werkt in een supermarkt. Ik ga verder ook niet vertellen welke supermarkt, maar zij werkt dus in een supermarkt. En toen had ze al gezegd van, oh, ik kan dit en dit wel even voor jou apart leggen. Toen zei ze al gisteravond van, nou weet je, ik doe het heel niet. Ik hoor het wel als het gewoon niet aanwezig was. Want misschien heb je kans dat het er nog best wel is. En als het er niet is, dan moet je maar even appen. Dan kon ze het morgen nog apart leggen. Dus ik ben heel benieuwd of dat er nog wat aanwezig gaat zijn. Maar nou ja, het is op zich nog niet zo heel erg laat. Dus we laten gewoon hopen dat er nog wat voorraad is. Ik ga even dat ding erin doen. Even kijken of dat werkt. Dus trouwens, ik zal jullie even zo neerzetten. Oh, leuk dat ding ook zo in beeld. Deze gaat dan op twee batterijen, zeg maar. Misschien heb je zelf ook wel zo'n ding, of misschien ook niet. Ik wil wel ruiken. Oké, hij zit erin. Nu zet ik hem even aan. Oh, hij ruikt wel lekker. Dan moeten we even een paar seconden wachten. Want als het goed is, duurt het 10 seconden voordat hij gaat sprayen. Hij ruikt wel lekker, maar ik heb niet echt... Hij doet het. Niet echt het idee dat het een wintergeur is. Ik had meer een wintergeur verwacht. Hij is wel lekker hoor, maar niet per se echt een wintergeur. Hij doet het dus wel ook met zijn goedkope variant. Want er zit, het verschilt best wel veel. Maar ik had dus later bij, toen dat andere flesje steeds leger werd, had ik echt het idee dat hij ook steeds heftiger werd in geur. Dat was wel heel erg lekker. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik moet hier gewoon even aan wennen. Ik was heel erg die andere gewend. Maar ik heb hem eigenlijk sinds een tijdje ook gewoon dagelijks aan. Leven van de week heb ik hem dus uitgezet omdat hij leeg was. Ik ga... Ja, ik ruik hem wel, maar ik vind hem minder intens. Ik heb het idee dat deze geuren iets minder intens zijn als die van Airwick. Ik heb er hierna nog één staan, een andere geur. Maar ik denk wel dat als ik weer een nieuwe nodig heb, wel weer die van Airwick zal gaan halen. Omdat ik deze geur toch iets minder intens vind. Ja, ik had er meer van verwacht. Hij valt me een beetje tegen, maar goed. Ik ga nog even wat drinken en dan ga ik straks richting de supermarkt. En dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Zo, inmiddels weer terug van de boodschap. Het is 5:50. We hebben het eigenlijk nog best wel snel gedaan, want mijn coach was iets later. En kijk wat ik al dacht is gebeurd. Mijn nagel was helemaal beschadigd, dus ik ga straks de lak eraf halen voor het douchen. Ik zal jullie even de boodschapjes laten zien. Het is niet heel bijzonder of zo, maar nou ja, toch altijd wel leuk om eventjes te bekijken, denk ik. Ik ga het wel even naar kamers gaan. Nee, het kan hier wel. Dit is mijn nieuwe boek voor het nieuwe jaar voor bullet journalen. Ook een kerstpakje is gekomen, dus dat ga ik nog eventjes inpakken. Ik denk, volgens mij zit het al heel erg goed verpakt. Dat ga ik dan nog wel eventjes inpakken, zodat ik het even onder de boom kan leggen. Wat heb ik gehaald? Ik heb eventjes afvalzakjes gehaald, want die ik bij de Action had meegenomen, die zijn best wel klein. Die vind ik wel heel handig voor in het toilet, zeg maar, het bakje. Maar voor de kattenbakvulling vind ik hem vervelend. Ik heb slavinkjes meegebracht. 2 doosjes met champignons. Ik heb er maar 2 gedaan. Dus ja, we leggen bij de fondue. Ja, wat niet opgaat, ja, dat houdt dan op. Ik heb spetlapjes meegenomen. De wc-tas, want ik had gisteren de laatste.
vond het wel even fijn om die weer aan te vullen. Ik heb nu gele. Dit is de lemon geur. En dan heb ik een flesje olie. Voor het fondue. Ik heb spekjes. Ik heb nog een douche meegenomen. Die was nu met korting. Vond ik wel leuk. Maatje S. Het is een gele. En ik heb ook nog een hele toffe broek gekocht. Want ik hou erg van de broeken van de Lidl. Dus ik heb deze meegenomen. Ook in maatje 36. Want dat is echt wel mijn maat qua kleding geworden. Want ik heb gisteren op de weegschaal gestaan. En ik heb dus gezien dat ik niet ben afgevallen, maar ook niet ben aangekomen. Dus dit kan zo meteen in de koelkast. Deze kunnen we onder in het bakje. Dan heb ik weer eventjes kappen voor meegebracht. Zodra ik een zak aanbreek, neem ik een nieuwe mee. Een zak met patat. Ook weer even dit voer. Dan heb ik het gewoon staan. Hamburgers voor bij het fondue. Een bakje met frikandellen. Voor het ijs heb ik lekker slagroom meegenomen. Gewoon van het eigen huismerk heb ik gedaan. Dan heb ik weer een flesje met bakboter meegenomen. Ook maar weer even het chloor, want dat gaat bij mij best wel hard er doorheen. Ik heb een keer echte Coca-Cola meegenomen. Die waren nu in de aanbieding. En ik dacht, voor kerst vind ik dat lekker. En ik heb 2 flesjes gedaan. Dan heb ik voor nieuwjaarsdag ook lekker een colaatje. Ik heb broccoli. Dat denk ik een netje winnen in de groepsapp. Broccoli. Ik heb boontjes. Ik heb vochtig toiletpapier. Ik heb 2 pakken met chocomel. Want ze hadden de grote niet meer. Dus ik heb maar 2 kleintjes meegebracht. Frietsaus heb ik. Een shootje heb ik meegenomen. En oh ja, deze. Want deze die zag er zo lekker uit. Het is een Mary Coffee. Dus die was nu ook in de aanbieding. Ik dacht, die wil ik wel even proberen. En de latte weer. En een shootje heb ik nog. En nog kerstkoekjes. Dus dat waren de boodschapjes. Ik ga dit allemaal eventjes opruimen. En dan ga ik lekker douchen en eten. En vanavond kijk ik Mailand. 2 afleveringen, die van gisteren en die van vandaag. Zoals je ziet heeft de lipgloss niks voor mijn lippen gedaan. Ze zijn niet groter geworden of zo. Dus nou ja, op zich weet je, ik vind het wel prima. Maar zo zie je eigenlijk maar dat het hele mental dus niet werkt. Verder moet ik vanavond de vlog uploaden. Ik moet eigenlijk nog video in elkaar zetten. Ik moet nog foto's bewerken. Ik moet mijn artikel schrijven. Dus ik heb nog best wel veel te doen. Maar dat geeft niet. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dan eventjes boodschap opruimen. Misschien nog wat de boontjes afhalen. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 24 december. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo even mijn slaapkamer doen. Dan is die ook gewoon helemaal schoon. Normaal doe ik dat natuurlijk op vrijdag. Maar morgen ga ik dat niet redden. Dus ga ik dat vandaag doen. Ik heb het wel heel erg koud. Ondanks dat ik al een warme trui aan heb. Maar ja, de kou die is er nog wel een beetje. Ik heb gisteravond de Mailandjes gekeken. De kerstspecial. 2 afleveringen achter elkaar. Die van dinsdag en van gisteren. Was wel heel erg leuk. Toen ben ik met mijn artikel aan de gang gegaan die best wel groot was. Ik heb al een paar foto's bewerkt voor het artikel wat eigenlijk morgen online komt. Wat ik vanavond al moet schrijven. Ik moet nog even 1 nieuwe foto maken en dan is die ook klaar. Alleen de video voor zaterdag heb ik nog niks aan gedaan. Dus dat moet ik vanavond ook eventjes doen. Verder heb ik de thumbnail gemaakt en is de vlog ingepland. Die staat inmiddels online. Dus wat dat betreft eigenlijk prima. Ik heb weer naar de 12 gekeken. En daarna had ik weer Rex. Dus met wel een productieve avond. Maar ook wel even lekker genoten. Ik was ook echt wel heel erg blij toen ik gisteren gewoon thuis was. En alle boodschapjes waren binnen. Ja, dat maakt me dan toch wel weer een blij mens. Dat ik dan gewoon alles ook binnen heb. En dat vind ik wel heel prettig. De nagellak is eraf, maar het heeft me heel veel bloed, zweet en tranen gekost. Want er zaten hele fijne glitterdeeltjes in, wat super leuk is, maar wat eigenlijk gewoon niet echt lekker werkt. Want ja, je krijgt het er gewoon heel erg moeilijk af. Dus dat was even wat minder, maar goed. Het is wat het is.
Ja, verder heb ik ook eigenlijk niet zo heel veel te vertellen, want er is niet heel veel gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Oh ja, ik heb de pakketjes onder mijn boom gelegd. Ik had cadeautjes voor mezelf gekocht voor Kerst. Die liggen hier nu onder de boom. En ik zal jullie laten zien wat erin zit. Tweede kerstdag ga ik het uitpakken. Maar ik vond het wel leuk om het toch even onder de boom te leggen, omdat je dan toch iets van pakjes hebt. Dus dat. Ik heb lekker mijn boek gelezen. Die is ook alweer bijna uit. Dus wat dat betreft was het wel een prima avondje. Ik ga nu hier gewoon maar eventjes stofzuigen en de kattenbak scheppen en de boodschappen naar boven. Even het een en het ander opruimen. Dan ga ik maar gewoon beginnen aan de slaapkamer. Des te eerder ben ik ook weer klaar, denk ik. Ik heb weer de tintellipgloss op. Ik ben heel benieuwd hoe lang het nu duurt voordat hij niet meer tintelt. Hij tintelt nu nog wel. Maar ik heb niet echt het idee dat hij mijn lippen groter maakt. Maar ik heb ook nog een ander kleurtje. Die ga ik maandag of zo gebruiken. Dus dan eens even kijken wat die doet. Maar goed, ik ga nu eerst gewoon eens even wat doen. En ik ga jullie bij de slaapkamer er gewoon bij zetten. Ik had mijn batterij niet opgeladen. Ik wist niet dat die alweer bijna leeg was. Dus ik heb helaas niet veel kunnen filmen. Maar mijn slaapkamer is weer helemaal schoon. Mijn bed is verschoond. Dus ik ben een heel blij mens. Ik heb alles een beetje opgeruimd. En ik ben zelfs al helemaal voorbereid. Want kijk wat ik hier heb hangen. Mijn kerstoutfit voor morgen. Die heb ik hier al even neergehangen. En mijn ketting vliegt er nu vanaf. Die zal ik er even weer terug aan hangen. De schoenen staan er al bij. Mijn make-up ligt al klaar. Dus ik zeg, nou, ik ben hartstikke goed bezig geweest. Maar dat wou ik sowieso al doen. Ik moet alleen nog een boodschappentas halen. De schoenen staan hier. Maar goed, dat kan straks nog wel. Ja, vanavond. Weer Chateau Meiland, een dubbele uitzending. Dus, ja, dat is wel heel erg leuk. Verder ga ik werken aan de video en aan mijn blogpost. Ik ga sowieso de 12 kijken in Zonnestad. Verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Het is voor mij een hele basic kerstavond. Het enige wat ik ga doen is een drankje drinken. Want ik heb zojuist eventjes een Apple Bandit naar beneden gehaald. Die gaat even in de koelkast en die ga ik dan even lekker opdrinken. Het fijne nieuws is, kom Mickey, dat ik ook... Ik moet nu even... Ik had een beetje zacht voer aan mijn handen van het kattenvoer. Dat vond ik niet echt prettig. Dat ik weer een nieuwe batterij in de klok heb gedaan in de slaapkamer. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Dus die doet het nu weer gewoon.
Ja, ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. En dan ga ik gewoon een heerlijke kerstavond met mezelf houden. Verder niet heel bijzonder. Dus ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik ga kijken wat er morgen mogelijk is qua filmen. De camera gaat sowieso mee. Dus ik hoop wel even wat dingen te kunnen vastleggen. Ja, maar voor nu ga ik gewoon eventjes lekker relaxen, denk ik. En dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is eerste kerstdag en ik ben inmiddels al bij mijn vader. Ik ben helemaal vergeten thuis de vlog te openen. Het was even haast en zo. Ik zit inmiddels eventjes in de tuin. Want ja, ik moet toch eventjes mijn nicotine op peil houden. Ik heb gisteravond wel een leuke avond gehad. Ik voel me wel een beetje somber. Maar ik heb gekeken naar... Hoe heet dat? Mijnlandjes, Zonnestad en de 12. Dus het was wel super leuk. En gewoon lekker gegeten, lekker drankje gedronken. Dus het was wel een leuke avond. Nu ben ik dus bij mijn vader. Dan gaan we straks lekker eten. En dan vanavond gaan we naar Nathalie. Dus we gaan zo even een spelletje doen. Dus ja, het was even een beetje haast allemaal. Want ik dacht dat ik de vlog had geopend thuis. Het was dus niet helemaal goed gelukt. Dus vandaar dat ik het eventjes allemaal een beetje zo deed. Het is allemaal een beetje raar gegaan. Maar goed, ik ga jullie gewoon proberen nog een beetje mee te nemen vandaag in de dingen die ik ga doen. Dus ja, ik ga eventjes een sigaretje roken en dan gaan wij zo even Yatzy spelen. Dus ik zie jullie later. We zijn nog bij Nathalie aangekomen. Nathalie is bezig met het bakken of maken van paard eigenlijk. Ja. Dus Oh,
Ik heb mijn kerstoutfit nog niet eens laten zien. Mijn jurkje komt van het Kruidvat. Ik heb mijn riem op van AliExpress. Mijn legging is van de Zeeman en mijn schoenen zijn van de Lidl. En mijn ketting is van Mimo Deda. Waar komt jouw kersttrui vandaan? Ik weet het niet, ik heb hem al jaren. Hij is wel leuk hier zo met zijn neus. Ja, ik heb ook een pikmin. Die is van de Aldi. Die heeft zo'n balletje aan zijn kerstmis. Hij heeft zijn los. Oh. Naast heeft al mijn spullen van Rudolf. Van Veen. Er ging echt iets mis, want we anders slag. Aubert Marie. Ja. En dan zorgen dat het bakje het water niet raakt. Ik zal zo even laten zien hoe vol het onder de kerstboom is. Ja. Zo, ik ben weer terug thuis. Het is 1:05. Ik kom echt net binnenlopen. Ik heb de katten eten gegeven. En ik ga zo even onder de douche, want ik ga nog even mijn series kijken. Ik wil toch eventjes mezelf worden, dus ik ga gewoon even lekker wat televisie kijken. Ik ben iemand, ik kan niet als ik thuis kom direct naar mijn bed toe. Ik weet niet of mensen dat herkennen. Maar ik heb altijd nog even tijd nodig om even zelf ook nog even lekker te zitten. Om even aan mijn eigen omgeving te wennen en zo. En nou, dat doe ik ook gewoon, weet je. Ik heb de tijd aan mezelf. Ja, eigenlijk gewoon wel. Ik ben ook nog niet echt super moe of zo. Maar dan kan ik dat nog even doen. Ik ga gewoon even snel onder de douche. Zodat ik in ieder geval weer lekker fris ben. De katten zitten nu even hun eten te eten. Want dat hadden ze ook nog niet gehad. En dan ga ik dat nog eventjes doen. Ik ga jullie morgen even laten zien wat ik heb gekregen. En dan ga ik even wat meer vertellen over vanavond. Ik heb vanavond ook niet echt heel veel gevlogd. Maar ja, dat is sowieso een beetje lastig. Niet iedereen kan op beeld. Ook Lente was natuurlijk ook een tijdje uit bed. Dat kan ook niet. Maar goed, ik heb wel wat leuke beelden gemaakt. En morgen ben ik gewoon thuis. Ja, voor mij is dat nog morgen. Voor mij eigenlijk is het nu natuurlijk al de 26e. Maar voor mij begint het dan gewoon nog morgen. Als ik heb geslapen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nog even mijn dingen doen. En lekker op de bank lopen. Ik ga mijn gordijntjes dicht doen. En dan zou ik beter zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 26 december, oftewel tweede kerstdag. Ik ben weer klaargemaakt. Ik heb een poging gedaan om mijn haar te krullen. Ik moet het opgeven. Mijn haar is denk ik niet geschikt om te krullen. Ik had bij mijn verjaardag wel fantastische krullen. Maar die had ik gedraaid met van die rollers. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, die rollers die liggen niet heel lekker met slapen. Dus het is niet zo dat je dat echt voor je lol doet. Dus vandaar dat ik dacht, ik pak de krultang erbij. Dat heb ik gisteren al geprobeerd. Maar toen ging het ook niet fantastisch. Ik heb nu weer een poging gedaan. Maar zoals je ziet, het wordt gewoon niks. Mijn haar is gewoon te dik. Mijn haar zit ook heel dicht op elkaar gegroeid, zeg maar. Of ingeplant, zoiets. Ik weet even niet meer waar ik was met mijn verhaal. Ik moest even mijn Nathalie bellen. Maar volgens mij had ik het nog steeds over mijn haar. Dat het krullen gewoon niet wordt om... Ja, ik heb voor mijn gevoel best wel een goede krultang, zeg maar. Ik heb er een van Zenner. En Zenner is op zich wel een goed merk. Want ook... ze hebben ook wel echt spullen voor dik haar en zo. Maar
Ja, krullen zijn het voor mij gewoon helemaal niet echt. Ik ben ook een beetje teleurgesteld. Ik had kerstnagels gemaakt, die had ik jullie nog niet eens laten zien. Maar kijk eens hoeveel chips ik al heb. Ik had de lakjes gebruikt van Essence van de Mary... Is dat een Mary? Ik ga even kijken hoor. Ik weet het ook niet allemaal uit mijn hoofd. Eventjes. Dit kan ik natuurlijk weer niet lezen. Ja, dit is die Mary Berry collectie. Weet je, dat is een eentje van een paar jaar terug. Maar dat, ja, het chipt dus heel snel. Dus het gaat er vanavond ook af. Ik wilde ook een ooglook maken met dit fantastische palet. Althans, hij ziet er heel fantastisch uit. Maar de werking is gewoon ruk. Want het pigment is heel erg slecht. Dus het is echt een slechte pigmentatie. Ik heb echt zelfs mijn kwast nat gespoten. En het kwam er gewoon nog steeds. Er kwam gewoon nog steeds weinig pigment vanaf. Dus ik weet het ook niet zo heel erg goed allemaal. Het viel een beetje tegen. En ik vind met kerst mag je best wel een beetje uitpakken qua look. Maar ik heb ook een hele droge huid. Ik heb hier een hele droge plek. Je ziet hem nu niet. Omdat ik nu make-up op heb. Maar er zit een hele droge plek zit daar. Dus dat is ook niet heel fijn. Nou ja, gisteren heel gezellig gehad. Ik ben dan bij mijn vader geweest. Daar heb ik dan ook gezellig gegeten. Daarna zijn we naar Nathalie en Frank gegaan. Ik heb even met Lente gespeeld op de grond. Lente lag lekker op de buik te spelen. En daar ben ik even bij gaan zitten. Een beetje met haar gespeeld. En toen ging ze op een gegeven moment slapen. De cadeautjes van Lente vielen ook wel heel goed. Ze vond het popje heel leuk. Ja, het balletje weet ze nog niet zo heel goed wat ze daarmee moet. Maar dat komt vanzelf wel. Het is een heel slim meisje. Dus ze weet heel snel wel hoe ze ergens mee om moet gaan. Dus dat was ook wel heel erg leuk. Ook de cadeautjes voor mijn loodje. Die waren in goede aarde gevallen. Ik had een vriendin van mijn vader getrokken. Dus dat viel allemaal goed. En mijn moeder vond haar cadeautjes ook heel leuk. Die ik had gegeven. Meegegeven aan Nathalie. Ik vind het wel jammer dat ik mijn moeder niet zie. Het is natuurlijk al wel een paar jaar zo met kerst. Maar ja, ik voelde me er gisteravond even heel sip bij. Want ik voel me dan, kom ik thuis en dan voel ik me heel erg alleen. Dan mis ik het gewoon dat ik niet iemand heb waar ik eventjes mee kon praten. En normaal gesproken kan ik altijd mijn moeder wel bellen, maar die lag wel lekker te slapen. Het was natuurlijk ook super laat. Maar goed, toen ben ik nog even lekker mijn series gaan kijken. En toen ben ik ook gaan lezen en gaan slapen. Maar ik ga jullie wel eventjes laten zien wat ik heb gekregen. Verder wil ik gewoon zo even stofzuigen de kattenbakken doen. En ga ik gewoon even lekker bullet journalen of vaste spullen pakken voor de fondue, want ik ga dus vanavond fondueën. Ik wil jullie wel even laten zien wat ik aan heb. Het is niet echt fantastisch hoor. Ik heb aan mijn kersttrui die ik een paar jaar geleden bij Lidl kocht. Met dat rokje die ik bij Lidl vandaan heb. En even een witte legging, want ja, al het zwarte zit in de was. Ik ben niet echt heel erg blij met de witte legging, maar ach, ik ben gewoon thuis. Het is prima. Ik zal even de cadeautjes pakken, dan zal ik jullie die even laten zien. Allereerst heb ik mijn oorbelletjes van Zinzi. Kijk, de V'tjes. Die ga ik straks ook gelijk eventjes indoen. Maar die had mijn moeder aan Nathalie meegegeven, dus die heb ik ook binnen. Dus die ga ik eventjes indoen. Verder, we hadden een fun cadeautje. Nathalie had ook allemaal nog wat lekkers bij de supermarkt meegenomen. En dat was een zak met kruidnoten, een hele grote. Er zit 800 gram in. Dat was wel heel erg leuk. Ik heb nog een grote ding met drop gekregen. Die hadden mijn vader en zijn vriendin nog als extraatje voor onder de boom. Nathalie had mij getrokken en ik had een jurkje gevraagd. En ik heb die ook gekregen. Het is gewoon een zwart jurkje. Ook wel echt een hele lekkere stof. Want je kon hier ook voelen. Echt een beetje zo'n winterjurkje. Super leuk. En ik heb dit fantastische ding gekregen. En hiermee kun je je make-up brush borstels reinigen. Ik heb zelf ook nog niet helemaal gekeken. Je kunt je make-up kwasten reinigen en ook gelijk drogen. Dus dat ga ik van volgende week gelijk proberen. Ik wil er straks wel eventjes in kijken. Want ik heb het ook nog zelf nog helemaal niet gezien. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit in elkaar zit. En ik heb nog een cadeautje van mijn moeder. Die leg ik nog even onder de boom. Die ga ik vanavond uitpakken. En ik had van mijn moeder ook nog heel lekker een rollade gekregen. Dus die moet nog even in de vriezer. Want die was tot de 28e goed. Ik ga even mijn oorbelletjes in doen. Dan ga ik hier eventjes stofzuigen. En dan ga ik even de spullen alvast pakken voor de fondue. Dan staat het gewoon beneden. En dan ga ik straks even bullet journalen. En dan ga ik jullie daar gewoon nog eventjes bij zetten. Maar dat was in ieder geval eventjes de update voor nu. Oorbelletjes zitten erin. Ik hoop dat hij dit een beetje goed scherp stelt. Kunnen jullie dit zien? Ik kan mezelf nu niet zien.
vind ze echt super leuk. Alleen rechtstel was een beetje moeilijk, want er zit een kostje voor, omdat ik heel lang daar geen oorbellen heb ingehad. Maar nu zitten ze er gewoon lekker in en kunnen ze gewoon lekker blijven zitten. Dus ik ga ze nou ook niet meer eruit halen. Ik ga er gewoon mee slapen ook. En later zei ook al, joh, ik slaap met van die neppe oorbellen en ik draag die dag en nacht, dus het moet gewoon goed komen. Dit is echt zilver, dus. Maar ik vind ze heel leuk, zo in combinatie ook met de hangertjes. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb stof gezogen. Ik ga nu even lekker bullet journalen, want daar heb ik wel zin in. Zo, inmiddels is het al een paar uur later en het is inmiddels ook al donker, maar ik heb net even de spullen klaargezet voor de fondue. Ja, het is nog niet warm, maar ik zal je zo even laten zien hoe dat eruit ziet. Ik heb nog even lekker op de bank gerelaxed, want ik was echt nog best wel moe eigenlijk van gisteren. Maar even lekker met de katten gelegen, was wel eventjes lekker. Ik heb mijn haar maar even opgestoken, want ik denk, ja, met eten is het gewoon handiger. En dan kan ik het vanavond gewoon lekker wassen als ik uitgegeten ben. Maar ik heb mijn tafeltje gedekt. Ik doe er dan altijd wel even een kleed onder. Mijn bord staat er. Ik heb een servetje gevouwen. Dat was ik gisteren ook aan het doen bij mijn vader. Maar het ging niet helemaal zoals ik het wilde. Ik heb kipfiletjes, slaafvinkjes, de varkenshaasjes, champignons. Dan heb ik hier biefstukjes, speklapjes, frikandelletjes, hamburgertjes en frietjes en... ook aardappelschijfjes. En dat vind ik nu wel heel tof dat het zo mooi kan in dat mandje. Dat vind ik wel heel leuk staan. Ja, ik heb maar gewoon de vorken gepakt. Ik weet niet wat ik ervan ga gebruiken. Maar ja, als je je eentje doet, dan kun je dat wat meer doen. Ik baal er alleen van dat er niet echt een rand bij zit. Want ik heb niet echt iets waar mijn vork in kan blijven staan. Ik zou nog even in de doos kunnen kijken. Maar de tafel is in ieder geval gedekt. Dus ik ga straks lekker eten als het warm is. Hij voelt er wel vrij warm aan, dus misschien dat ik het zo wel kan gaan proberen. Maar ik ga wel even kijken nog naar de rand. Ik heb ook het cadeautje van mijn moeder er dan onder liggen. Dus die ga ik vanavond nog even uitpakken samen met jullie. Nee. Dus dan zie ik jullie sowieso nog even als ik uitgegeten ben. Maar nu zometeen eerst maar even lekker wat eten. Er zat dus wel een rand bij. Kijk, die zit er nu dus op. Die was ik even vergeten. Dus ik ga eventjes naar de wc. Ik heb de televisie even aanstaan. Ik laat hem gewoon even op RTL 4 staan. Toch wel even leuk om een beetje tv erbij te hebben. En dan ga ik eens even kijken of het warm is en dan ga ik lekker eten. Zo, daar was ik weer.
Ik heb inmiddels gedoucht en ik heb weer eventjes deze kerstdraai aangetrokken, want die kon eigenlijk nog wel. Die andere heb ik in de was gedaan, in de wasmand, omdat ik die aan had gehad met fondue. En na het fondue heb ik wel zoiets van alle kleding moet in de was, maar alles is weer opgeruimd. Ik heb hier echt heerlijk gegeten. Ik denk dat ik zo'n anderhalf uur heb gefondueerd. Dus op zich vind ik dat best wel netjes. Ik merk wel, vroeger deden we thuis, konden wij ook best wel lang tafelen met gourmetten of fondue, maar dan kletste je ondertussen en dat doe je natuurlijk niet als je alleen bent. Ja, ik kan tegen de katten praten, maar die zeggen niks terug. Maar ik heb ondertussen gewoon de televisie aangedaan. Maar ik heb in ieder geval daarna heb ik afgewassen. Toen heb ik lekker gedoucht. Ik heb alleen nog de... pannetje er staan met olie, want dat moet eerst afkoelen. Dus dat ruim ik morgen op. Ik heb wel mijn nagellak eraf gehaald, want ik vond het echt niet meer kunnen. De glittertjes irriteerden ook een beetje. Ik bleef heel vaak haken aan mijn kleding, dus dat vond ik niet zo fijn. Ik vraag me af of je nu die rode plek heel goed kunt zien. Zie je dat? Het is heel droog. Ik weet het niet. Maar goed. Ik heb lekker een ijsje gegeten. Ik had via netheidje. Die had mijn vader meegebracht, want ze hadden hier niet die kleintjes en hun hadden ze wel kunnen vinden. Dus die had hij even meegebracht. Die heb ik net lekker gegeten. Ik ga nu even lekker een kopje koffie maken. Mijn cappuccino met de schuim, met mijn opklopper, zeg maar. Ik heb eigenlijk nog kerstkrantjes naar beneden gehad, maar ik ga het niet doen, want ik zit echt heel erg vol. Dus ik ga niks meer eten. En dan ga ik even wat programma's terugkijken. Ik denk dat ik eerst even 100 jaar jong ga kijken met Gordon. En ik wil ook nog even 4 handen op 1 buik terugkijken. En dan zet ik jullie straks nog eventjes bij als ik de kerstcadeautjes uitpak. Want dat bewaar ik nog eventjes voor straks. Dus nu even koffietijd. En dan is het eigenlijk gewoon verder een lekkere avond. Dus 8:55. Dus ik ga even lekker een kopje koffie zetten voor mezelf. De cadeautjes zijn uitgepakt. Ik had van mijn moeder deze hele leuke kwast gekregen. Kijk, met een soort semi-minne staart. De unicorn kleuren, echt super leuk. Deze is voor foundation. Super leuk, maar die kan ook bijvoorbeeld heel fijn voor een primer. Die vind ik super leuk. En deze hele mooie mascara van Miss Sporty. Extra Black Lash Building Mascara. Super leuk. Echt heel erg leuk dat ik dat had gehad van mijn moeder. En voor mezelf had ik dus deze kwast gekocht van Real Techniques. Dit is het Instapop Eye Duo setje. Deze zijn schuin afgesneden. Hier komt ook nog een review van online. En de 3 lipsticks van Friends. Want die wilde ik nog heel graag hebben. Nou, deze naam ga ik er niet meer aan wagen, want die spreek ik toch verkeerd uit. Maar hier zitten dan de lipsticks in van
Ja, van Friends. En hier komt ook nog een review van online. En dit is een... ja, het is eigenlijk een beetje... Het zijn hele mooie kleuren. Dus die, wat ik ook heel erg tof vind... De doosjes doen ook gelijk heel erg denken aan de... oogschaduws. Dan heb ik die van Rachel. En de laatste is dan van Monica. Dus die had ik er voor mezelf gekocht. Maar ook echt super leuk dat mijn moeder dit nog had gegeven. En dan had ik dan nog een rollade gehad. Ik ga nu eventjes een beetje televisie kijken. Ik heb straks eventjes 100 jaar jong gekeken en 4 handen op 1 buik. Dan ga ik zo nog even lekker achter de laptop. Ga ik alvast even wat doen aan de vlog. En dan kijk ik straks nog even de 12 en Zonnestad. Ik zit ondertussen ook lekker aan de Apple Bandit. Dus ja, die heb ik in een glas geschonken. Dus eigenlijk wel een hele geslaagde tweede kerstdag ook gehad. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want er is nu toch niks meer te vloggen. En ik ben eigenlijk al best lang doorgegaan voor mijn gevoel. Want ik ga normaal stop ik altijd veel eerder met vloggen. Maar ja, morgen weer gewoon een gewone dag. Een gewone zondag. Dus dikke prima. Dus ja, ik ga nog eventjes wat op de laptop doen en wat televisie kijken. En dan zie ik jullie bij deze gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 27 december, oftewel derde kerstdag noemen sommige mensen dit. Ik krijg er niet zo heel veel waarde aan, maar nou ja, kan. Ik ben een beetje aan het relaxen. Ik heb net even de folders gekeken. Ik had er vorige week al met Nathalie over folders kijken, is nu minder leuk. Omdat je gewoon, ja, ik kijk eigenlijk alleen de supermarkten die ik interessant vind. En de trekpleister en het kruidvat. Omdat, ja, je kunt toch nergens heen. Dus omdat alles natuurlijk dicht zit. Dus dat heb ik even gedaan. Ik heb even lekker Heyday gespeeld. We hebben nu een nieuw onderdeel met kuikentjes. Dat is sinds begin december. En dan kun je dus die kuikentjes, die moet je zeg maar naar het einde brengen. En dan krijg je daar weer ja, of een heleboel punten voor. Zeg maar dat je een level omhoog kan. Of misschien laat ik het straks wel eventjes aan jullie zien, want het is een beetje moeilijk uitleggen. Dus dat heb ik even gedaan. En ja, ik ga straks eventjes mijn fonduepan schoonmaken. Dan kan die weer netjes naar boven. Ik ga even de was uitzoeken, want ik wil even een was draaien. En gewoon foto's maken. Gewoon een beetje rommelen in huis. Wel lekker. Ik heb gisteravond nog even naar de 12 gekeken. En ik kan je er nu ook wat meer over vertellen. 12 is eigenlijk een, het gaat over een vrouw die wordt verdacht van de moord op haar beste vriendin en op haar dochtertje. En er zit dus een 12-koppige jury bij, maar die jury die heeft gewoon, naast dat ze in de jury zitten, hebben ze zeg maar een heel leven. En dat zie je er ook naast. Een man die werkt bijvoorbeeld in de dierentuin, die heeft hele vervelende bovenburen. Een andere vrouw die heeft een hele jaloerse man en dat is steeds een beetje gedoe met de kinderen ophalen en wegbrengen. De ene die heeft een hele bak schulden. Weer een ander die heeft allerlei partners. Dus ja, dat soort dingetjes. Wel heel interessant. Maar ik geloof niet dat deze vrouw het gedaan heeft. Ik zie dat mijn batterij begint te knipperen, dus die is bijna leeg. Die moet straks even op de oplader. Dus ja, dat. En ik heb weer Zonnestad gekeken. Gewoon lekker, lekker avondje verder. Ik heb natuurlijk gisteren best wel lang doorgevlogd. Ja, ik verwacht een pakketje. En dat is best wel gek op zondag, want ik was helemaal verbaasd. Ik had namelijk een shirtje besteld bij... Ik moet weer even nakijken, want nou weet ik het weer niet. Volgens mij was het Roemag. Nee, bij Rustig. En die hadden nu shirtjes met mij niet bellen erop. En dat vond ik helemaal leuk. En ik wilde dat. Dus ik dacht, oh ja, dat ga ik kopen. Dus dat heb ik gedaan. En want ze waren nu met 50% korting. Ze waren nu nog 12,50. Normaal zijn ze 25 euro. Dat vond ik voor zo even een beetje veel. Maar die had ik dus besteld. En die is dus nu onderweg. Dus die wordt straks bezorgd. Ik ben helemaal verbaasd. Het is zondag. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar goed, die zal er straks wel in liggen. Dan haal ik hem morgen wel eventjes uit de brievenbus. Ik ga nu even stofzuigen en zo. En dan ga ik even mijn batterij op de oplader leggen. Want die is echt zo hard aan het knipperen dat die ieder moment kan uitvallen. Nou, ik zou jullie even het spelletje laten zien. Dit is dus met kuikentjes. En dan moet je opdrachtjes bij doen.
En je hebt dus een kaartpad. En het is de bedoeling dat je je kuikentje helemaal naar het einde toe brengt. Zoals je ziet ben ik er bijna. Dus ik probeer nu alle opdrachtjes te voltooien om aan het einde bij de kuikentjes te komen. En de opdrachtjes zijn heel divers. Je hebt dagopdrachtjes. Daar heb je dan 24 uur voor om die te volbrengen. En daarnaast heb je gewoon grotere opdrachten die de hele tijd duren dat je dit spelletje kan doen. Het is begin december begonnen. En mijn doel is wel om het einde te gaan halen van de kuikentjes. Dus want hierdoor krijg je dus ook weer cadeautjes waarmee je verder komt in het spel. Maar ook wel, je kan ook heel veel sterretjes winnen. Waardoor je dus sneller een leveltje omhoog gaat. Dus super leuk om dit te doen. Zo, ik ben even aan het opruimen geweest. Ik sta even in de douche, want ik wilde je iets laten zien. Ik heb namelijk mijn nieuwe dagcreme gebruikt. Kijk, die is gewoon oranje. Ik ben heel benieuwd ook of de dagcreme ook oranje is. Ik ga gewoon gelijk even kijken. Ook die is oranje. Ze ruiken wel heel lekker, maar het is wel even wennen. Ik ga ze gelijk even op zijn plek zetten, want deze zijn leeg. Maar dan moet ik dus wel heel goed kijken, want het staat er niet heel duidelijk op. Dus die zet ik nu hier zo neer. Ik heb een nieuwe mondwater gepakt. Ik stel niet scherp, dus dat is top. Maar het is even wennen, want hij ruikt wel heel lekker, maar het is niet echt crème-achtig. Ik zal jullie even een spulletje laten zien waar ik foto's van ga maken. Nee, tijger. Ik heb een Light Luster palet van MUW met highlighters, bronzers en blushes. Dan heb ik deze camouflage concealer met een groene ondertoon van Catrice, de anti-red variant. En twee oogschaduwpaletjes van Get It Girl. En dit zijn To The Moon and Back paletjes. En hier zitten dan vier kleurtjes in, dus die ga ik nu testen. Ik heb voor de rest in de keuken ook de boel aan kant. Het duwpannetjes weg, die heb ik helemaal afgewassen. Mijn wasje draait, dus nou, best wel goed bezig. Ik ga nu eventjes foto's maken, want dan is dat ook klaar. Dus dat ga ik even doen. Zo, de katjes hebben hun buikjes vol. En ik ben klaar, de foto's zijn klaar. Ik heb ze al geïmporteerd, ik heb de camera en zo al opgeruimd. Alleen nog weer die lampen, maar ja, dat is altijd een beetje een dingetje. Stel ik wel scherp, ik geloof het wel. Dus eigenlijk prima, ik heb lekker even wat dingen kunnen doen. De groente is afgehaald, dus ja, eigenlijk ben ik best wel tevreden. Ik ga vanavond een nieuwe serie kijken. Ik moet even kijken hoe die heet, want dat weet ik dus niet uit mijn hoofd. TV-gids. Doodstil heet dat. En dat is eigenlijk een spin-off. Dit gaat over Luther van Penosa. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar die serie. Dus die ga ik lekker kijken. Ik weet eigenlijk niet eens hoe laat komt die. Volgens mij was het 8:30. Nou ja, 8:50. Misschien nog even een afleveringetje van Undercover. En verder heb ik gewoon de 12. En vanavond heb ik dan weer Rex. Maar ik moet nog de foto's bewerken. En misschien dat ik nog wel wat verder ga met de vlogs. Moet ik even kijken. In ieder geval straks lekker douchen en eten en de bank op. Ik ga nu nog even lekker relaxen en dan mijn dingetjes doen. Ik ga die dan bij deze ook gewoon morgen weer zien, want ik ben echt moe. Mijn pakketje is wel afgeleverd, zit dus wel in de brievenbus. Ik ben echt nog steeds verbaasd over, het is zondag, pakketje. Maar goed, die ga ik dan morgen wel even met jullie uitpakken, want ik had geen zin om naar de brievenbus te gaan. Het was al zo vroeg donker, ik had al zo vroeg de lampjes aan, het was echt niet normaal. Maar het is ook wel lekker regenachtig en zo, dat vind ik ook wel gezellig. Een beetje stormachtig, dat begon gisteravond al toen ik in bed lag, dus was wel lekker.
Dus ik ga nu eventjes relaxen en vanavond mijn nagels eventjes doen. Even oud en nieuw proef maken. Want ik ga even gel lak doen. En dan zijn die ook weer mooi. En dan zou ik bij deze zeggen, ik zie jullie morgen. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 28 december. Ik ben klaargemaakt en ben een beetje dom geweest. Want ik had een palet gepakt gisteren om te testen. En er zaten twee blushjes, twee highlighters en twee bronzers in. Dus nu zit ik te denken, ik ben helemaal niet dom geweest. Die kan ik wel woensdag en vrijdag testen. Ja, kom maar. Mickey die is een beetje vervelend. Die gaat steeds naar de keuken. Ik had net even de vuilniszak weggebracht, dus er moet toch even een nieuwe in. Dus dat was een beetje irritant. Ik ga zo meteen even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Dan ga ik de laatste video van 2020 opnemen. Die komt woensdag online. Dus als deze vlog online komt, is die gisteren online gekomen. Best wel gek hoor, dat het alweer zo hard is gegaan. Maar ik vind het wel leuk om even terug te kijken op mijn jaar 2020 in een video. Dus dat ga ik doen. Ik heb weer een lipgloss op trouwens die ook tintelend is. Ik heb mijn nagels gedaan gisteren, kijk. Ik heb een zwarte gellak gebruikt en het was een beetje een dingetje. Ik heb ooit eens een keertje, volgens mij was het ooit bij Big Bazaar, heb ik zo'n houdertje gekocht. Die was eigenlijk voor lipsticks, maar er kunnen maar 9 lipsticks in en ik heb natuurlijk veel meer lipsticks. Dus toen dacht ik, oh, daar kunnen mijn gellakjes wel in. Dus ik had daar heel leuk mijn gellakjes in gedaan. Alleen dat gellakje, de zwarte gellak, die zit zo vast dat ik hem er niet meer uit krijg. En ik wilde die zwarte hebben. Dus ik heb uiteindelijk het dopje open kunnen draaien en toch mijn nagels ermee kunnen lakken. Maar hij zit echt zo vast. Ik heb zelfs geprobeerd water hierin te doen om hem los te krijgen, maar het lukte gewoon niet. Ik heb zitten kloppen. Ik heb van alles geprobeerd, maar het lukte niet. Daaroverheen heb ik dus nu deze glitters gedaan uit de Carrier Couch collectie van Catrice. Dit is de C01 Flirty Glitter. En dat vond ik wel leuk. Ik dacht een beetje oud en nieuw nagels. Dat vond ik wel een leuke combinatie. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb naar Doodstil gekeken. Ik vond het een mooie serie. Doodstil, dat is een soort vervolg van Penosa. Want dit gaat over Luther. Alleen nu ben ik erachter gekomen dat hij eigenlijk helemaal geen Luther heet. Maar Andreas. Alleen hij heeft zich Luther genoemd. Dus ja, de eerste aflevering was voor mij echt een succes. Ik vond het echt heel top. Daarna heb ik nog een deel van Undercover gekeken. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. En ook al de foto's voor het artikel voor dinsdag. En ik heb weer de 12 gekeken en Rex. Dus dat was verder mijn avond. Ik heb een pakketje binnengekregen. En ik dacht, die kunnen we wel eventjes openmaken. Want ik ben altijd iemand die dus altijd nog eventjes... En dat is heel raar hoor. Ik ben gisteren, de deur is helemaal niet open geweest, mijn voordeur. Maar ik ga elke avond voor ik naar bed ga ik checken of die deur op slot zit. Ja, dat is echt zo'n dingetje wat ik doe. En toen keek ik dus, want ik had het gordijn even open, toen zag ik dus dat het pakketje op mijn... ik heb mijn oude wasmand, die heb ik buiten neergezet en daar doe ik het oude papier in. Dus daar lag die op die wasmand. Dus ik dacht, nou, die moet snel naar binnen, want hij was helemaal koud. Dus die ga ik eventjes openmaken, maar ik denk wel even dat ik een schaar ga pakken. Kan ik even het shirtje laten zien. Ik had natuurlijk al verteld wat erin zat, maar... Ja, wel even leuk. Dus ik zal hem even openknippen. Zo, ik heb hem even uit het zakje gehaald. En dit is dan het shirt. Mijn Nibelle. Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb een S'je gedaan. Hij ziet er wel vrij groot uit. Ik denk dat XS ook wel had gekund. Er stond ook bij dat het wel XS, zeg maar, eigenlijk 36 was. Maar ik vind het dan toch een beetje eng. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Dus die heb ik in ieder geval binnen. Ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik eerst even een video opnemen. Dan ga ik daarna eventjes lekker bullet journalen. Daar zal ik jullie dan eventjes bij zetten. Dus dat is nu even de planning. Zo, de video staat erop. Ging eigenlijk vrij vlotjes. Ik weet niet hoe lang die is geworden. Maar ik denk dat ik hem vanavond of morgen toch al ga editen. Want hij moet woensdag online. Dus
Dat is allemaal goed gegaan. Ik ga nu even wat drinken en dan ga ik even spulletjes pakken om te gaan knutselen. Even een nieuwe vuilniszak in de bak doen. Ik heb het koud, maar goed. Ik ga dat even doen en dan zet ik jullie er zo bij het knutselen eventjes bij. Dus... We hebben inmiddels gegeten en ik heb alles opgeruimd. Ik ben wel even lekker bezig geweest. Dat voelt altijd wel prettig. Oh, ik heb een beetje ruwe handen. Dat voelt nu heel ruw aan op de camera. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Heb ik vanavond verder iets op de planning? Ik denk dat ik even de sleutel of Bo en de dakloze deel 2 wil terugkijken. Want dat heb ik nog niet gezien. Ik moet eigenlijk nog even een handwasje aanzetten. Want ze hadden op het kerstboomkleed al is gespuugd. Die moet eigenlijk nog even aan. Ik ga zo alvast de aardappeltjes uit te vriezen. Zodat die een beetje zacht zijn. Dan is het straks douchen en koken. En vanavond weer lekker goede tijden. Misschien nog een stukje film kijken. Ik ga even kijken wat, hoe en wat. En dan ga ik mijn artikel schrijven. Even kijken of ik alvast wat kan doen aan het editen van de video voor woensdag. Dus ja, verder wel een relaxed avondje. Ik heb Rex, ik heb de 12. Dus ik ga gewoon even kijken hoe en wat. Dus verder niet heel bijzonder of zo, maar wel gewoon lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 29 december. Ik ben klaargemaakt. Er zit in een lekker donker huis. Maar de verwarming is wel uit zichzelf aangegaan. Dus dat was wel lekker. Want ik zet dat ding zelf uit mezelf niet aan voor 5:30 middags. Tenzij het zo ijskoud is. Maar dat heb ik nog niet echt meegemaakt. Ik heb gisteravond televisie gekeken. Ik heb eventjes Bo en de daklozen teruggekeken. Ik heb vorige week aflevering 1 gezien. Nu de tweede aflevering, die is kerstavond geweest. Die had ik opgenomen. Dit keer ging Bo terug naar de mensen van de sleutel. Het is wel mooi om te zien dat eigenlijk bijna iedereen nog een dak boven zijn hoofd heeft. En eigenlijk veel beter uit de situatie is gekomen waar hij of zij in zat. Behalve één man, Rico. Ik had het al een beetje zien aankomen, want toen Bo de sleutel gaf, zeg maar, in het programma, toen was hij al heel sceptisch. Hij wist niet of hij in een huis wilde wonen. Toen is hij eerst nog een paar dagen onder de brug gaan slapen. Uiteindelijk heeft hij zijn intrek genomen in de woning. Maar hij kon zich niet aarden in een woning. Wat mij ook opviel is dat hij gewoon nog steeds
Volgens mij is hij ook geen één keer onder de douche geweest. Want hij hield ook van die hele zwarte nagels. En had nog steeds de kleding aan die hij ook gewoon op straat droeg. Hij had een bok en een hond. Nou ja, een hond is een huisdier. Een bok neem je niet in huis. Maar die had hij dus in huis. Daar heeft hij later nog een paardje bij genomen. Toen heeft hij zijn tuin helemaal laten verbouwen voor die dieren. Maar er kwamen eigenlijk heel veel klachten van naar de woningstichting toe. Toen hebben ze de wet van waren of zo. Ik weet niet. Er was zo'n organisatie die heeft toen de bok en het paardje in beslag genomen. Omdat die niet in huis konden zijn. Het hele huis lag vol uitwerpselen. Toen bij de laatste aflevering is Bo daar dan nog naar heen gegaan. Toen zat hij er al heel slecht bij. En hij had overal flessen staan met urine. Toen heeft Bo nog gevraagd, zal ik die voor je weggooien? Nee, nee, wilde die allemaal niet. Het huis zag er gewoon helemaal verwaarloosd uit. Dus dat was de laatste aflevering. Toen zijn er dus nadat het op televisie gestopt is, zoveel klachten binnengekomen bij de woningstichting dat ze die man uit huis hebben gezet. Het is juni 2020 geweest. Toen hebben ze van het team van de sleutel nog gezegd, we hebben een caravan. Daar kun je eigenlijk direct in, maar dat heeft hij allemaal afgeslagen. Toen hebben hun ook hun handen ervan afgetrokken. Toen hebben ze hem losgelaten en nu leefde hij dus weer onder de brug waar hij dus ook sliep toen Bo hem de eerste keer ontmoette. En dat greep Bo heel erg aan. Maar ja, zo'n iemand wil gewoon niet geholpen worden. Hij heeft gewoon eigenlijk psychische hulp nodig. Maar dat wil hij allemaal niet. Want hij gelooft zelf niet dat hij dat nodig heeft. Dus ja, dan houdt het ook wel een beetje op. Maar verder was het eigenlijk allemaal... Het was wel heel leuk om even terug te zien hoe het nu met die mensen ging. Daarna heb ik de film Al Je Niet Is Lof voor een deel gekeken. Want die was eerste kerstavond op televisie had ik opgenomen. Daar heb ik een deel van gezien. Echt wel een hele leuke film. Die moet ik nog afkijken, want ik heb hem nog niet afgekeken. Dus dat was heel leuk. Ik heb weer de 12 gekeken. Ik heb Rex gekeken. Ik heb mijn artikel geschreven. Ook het artikel voor vandaag is eigenlijk zo goed als af. Ik moet alleen de foto's nog invoegen. En ik moet nog even één nieuwe foto maken, want die vond ik niet duidelijk genoeg. En dan kan die ook online. Mijn video die morgen online komt is al af. En dan wil ik vanavond nog even verder gaan met de vlog. Ik ga zo de kattenbakken doen. De gang en de douche weer. Dus ik ga jullie er wel weer even bij zetten. Ik hoop eigenlijk dat iets van deze was die hier hangt al droog is. Maar daar ga ik niet helemaal van uit, want die hangt er net sinds zondag. Dus ik denk dat het nog niet echt droog is. Ik moet eigenlijk nog best wel veel was opruimen. Maar goed, eerst maar eventjes weer de dingetjes doen die ik wil doen. En dat even rondmaken. En dan is dat ook wel weer klaar. Dus ik ga daar gewoon aan beginnen. En ik ga jullie er gewoon bij zetten. Is klaar wat ik moet doen. Niet het hele huis, maar de douche en de gang en de kattenbakken. Ik heb nou nog even lekker spelletje gedaan, want ik was vroeg klaar en de was nog niet droog. Ik had de katten net gevoerd en ik had niet helemaal het zakje goed geschud. Dus er zat een beetje een brokje in. En muis kan dat niet zo goed eten. Dus dan gooit ze het op de grond en dan gaat ze vanaf de grond op eten. Ziet er heel schattig uit, maar ze likt ook de hele vloer schoon. Maar goed, morgen toch weer even goed dweilen. Op zich wel lekker dat alles weer klaar is. Wel voldaan, zeg maar, weer.
Ik heb het alleen nu super koud. Ik heb het idee dat de verwarming inmiddels wat is afgekoeld. Ik had even de kattenkleedjes gewassen. Die zijn klaar, maar die kunnen er nu dus niet hangen. Omdat dit vol is nog. En nog niet droog. Ik film ook met mijn telefoon trouwens. Want het kaartje van mijn camera is vol. Dus die ga ik vanavond toch leeg. Want ik ga aan de vlog werken. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan straks douchen. Het is de laatste vlog van 2020. Hoe gek is dat? Best wel eigenlijk. Vanavond ga ik Vier Handen op één Buik kijken en Man bij het Hond XL en Goede Tijden. En ik wil dus eventjes een artikel afmaken en verder met de vlog en de video van morgen inplannen. Ik heb weer Rex en ik heb de 12. En ja, dat is het ook verder gewoon een basic avondje. Niet bijzonder, maar wel lekker. Ja, ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Het voelt wel een beetje gek hoor, de laatste vlog van 2020. Maar goed, 2021 kom ik gewoon weer terug hoor. Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Het kan er op het rondje bij mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Dan kun je op de rode button drukken. Daarnaast staat een belletje en als je die aanzet, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik wil jullie allemaal ook alvast een heel fijn uiteinde wensen. En ja, ik hoop jullie gewoon in 2021 weer te gaan zien. Bedankt voor het kijken. Doeg!